staan hier in de studio van Beeld. En Beeld zit op het Hofplein in Graven. En we gaan zo dadelijk een foto maken voor onze nieuwe talkshow. Waar zijn we hier? Nou, we zijn hier bij Build Your Art Company. We maken hier fotografie, kunstwerken. We doen op maat. We maken van alles en nog wat. Daniel, kun je me iets vertellen over het werk wat je doet en de type klanten die hier binnenkomen? Ja, zeker. Ik maak in Graven voor heel veel gezinnen. Leuke foto's voor een huis, voor opa's, oma's, voor de familie. En daarnaast probeer ik ook autonoom werk te maken. En al meer kunstzinnig dan wat anders. Ik probeer fine art te maken en dat voor eigenlijk alle huishoudens betaalbaar te maken. Wat is dan fine art? Nou, fine art is fotografie waarin alles klopt. Kunstzinnige vorm van fotografie. We zorgen dat de belichting goed is. Dat je een boodschap hebt in je beeld. Dat is voor mij fine art. Daniel, we staan hier, neem ik aan, bij een gedeelte van fine art. Ja, inderdaad. Ik heb hier twee gedeeltes. Dit is de artwork. En ik heb hier een voorbeeld van fine art fotografie. Waarin het klopt. Belichting klopt. Het model klopt. Dit is voor mij fine art fotografie. Ja, het ziet er echt fantastisch uit hoor, vind ik. Daniel, bij dit schilderij, wat... Schilderij, fine art in dit geval. Hoe moet ik dit? Dit heb je helemaal zelf ontworpen met licht, met beeld, met. Ja, dit is volledig zelf ontworpen. Dit is een bijzonder ontwerp. Door het ontwerp kun je dit stuk op alle vormen en manieren ophangen. Je kan hem nu als portretstand. Je kan hem liggend in landschapstand. Het maakt niet uit. Het beeld klopt altijd. En het beeld heeft een boodschap, hè, of eigenlijk een betekenis. De schedels staan voor eeuwigheid. Nou, daarin heb ik verwerkt het heelal. Wat eeuwig zal blijven bestaan. En zo komen die twee componenten mooi in één beeld. Daniel, waar kunnen de mensen jou vinden? Nou, ik ben te vinden op internet op mijn website. www.beeldart.nl of de e-mail info@beeldart.nl of Instagram, Facebook... Maar iedereen kan ook gewoon binnenkomen lopen. Dus kom allemaal even binnenlopen hier op het Torenplein bij Beeld. Dit was Jolanda Lenders. Terug naar de studio.